Goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Saan Vissing. En we zijn vandaag in een natuurgebied aan het penvissen. Nou, op de hoop dat we wat karpertjes vangen. Misschien wat bijvangst als giebel of een brazenpie. Maakt niet uit, vis op de kant is lol hebben. En vooral met het prachtige weer vandaag kunnen we er niet onderuit om te gaan vissen. Hey, geniet van onze aflevering. En vind je het leuk, geef even een duimpje. En zodra we vis hebben, laten we dat zien. Eerste knolletje. Prachtig visje weer. Nou, en dat voor een half uurtje op dit stikkie. Probeer het nog eventjes. De plek is waarschijnlijk iets verstoord. Maar dat geeft niks. Blijf het proberen, een mooi kleintje. En hopen voor wat groters. Die had ik niet zien aankomen. Zo, maar gewild. Daar gingen ze wat met de hengel vandoor. Zeker een mooie schub.
Yes. Oh, dit is... is zeker een mooie. Wow. Zo. Ik hoop dat die goed te zien is. Maar dit is echt een prachtige, mooie, vette polderschub. Magnifiek. Echt, hij trok de hengel te water, zowat. Ik kon hem net daar nog pakken. Hij lag er echt een paar seconden in en bap, weg was hij. Zenuwen gieren door mijn lijf heen, maar adrenaline hoog. Wat een vis, wat een exemplaar. Heerlijk. Hier doen we het voor. Nou, we gaan een ander plekje zoeken, want ik denk dat hij nou echt wel verstoord is, de stek. We gaan een mooie weer terug. En dan kan hij lekker zwemmen. Wat een visie. Woehoe! En dan gaat hij weer. Wat een prachtbak. Yes! Bah. Bij een modelvliegbaan. Die ligt daar. Nou, we zijn in ieder geval weer terug op de eerste stek. Op de tweede stek hebben we niks gevangen. Maar ja, zit hij nog niet? Of er heeft iemand besloten onze modelvliegtuig daar in het water te parkeren? Nou, die ligt er tweeën. In ieder geval de romp en de vleugels. Dus. Zo, nou, de vissessie zit er weer op. Vanmorgen heel snel een mooi klein knolletje gevangen. Prachtvissie. Later nog een hele mooie schub te pakken, een mooie polderschub. Echt, ja, maakte mijn dag echt goed, die vis. Dat is echt een super, super mooie vangst. Toen verkast naar de tweede stek. Helaas niks gevangen, was in de buurt van een bruggetje. Het werd hier steeds drukker met skilers en auto's die over het bruggetje heen reden. Dus ik denk dat daarom misschien de karper daar weggejaagd is door de trillingen. Het zou kunnen, geen idee. En nog even teruggegaan naar de eerste stek. En het enige wat we daar bijna gevangen hadden was een vliegtuigje van de modelbouw die in de sloot terecht kwam. Dus toen vond ik het mooi geweest. En gaan we nou weer lekker naar huis toe. Op voor een volgende sessie. Vond je het leuk? Geef even een duimpje. En tot de volgende keer.